Wat uh. Ik ga vandaag een make-up look tonen voor Halloween met de producten van SheGlam Harry Potter The Wizarding World collectie. Officieel gelicenseerd van Harry Potter of The Wizarding World. Ik heb geen idee of wat deze eigenlijk echt een goede make-up is. Ik heb nog nooit iets besteld van make-up echt bij Xian. Ik heb dat gewoon gekocht om te zien of dat eigenlijk kwalitatief is, zodat dat jullie dat niet moeten doen. Maar alles komt van China, dus waarom zou het niet goed zijn? Maar het kost gewoon heel weinig. Ik denk dat ik nog geen 40 euro betaald heb voor die box. En it's very hefty, er zit veel in. Maar goed, ik heb sowieso nog iets achter mijn dingen. Voor het geval dat die make-up op niks niet trekt, heb ik wel nog iets extra speciaal, uh, die jullie wel wat inspiratie kunnen geven als je toch een make-up look wilt doen, of als je niet goed zijn make-up, en je wilt toch vriend en vijand gaan overtreffen op Halloween, uh, Hallows Eve, heb ik iets waar je sowieso... Een wauw-effect mee gehad hebben. Gewoon graaf. Blijft gewoon kijken, zou ik zeggen. Maar goed, hier hebben we dus de doos. Er staat een spiegel op. En uh, voilà. Have you seen this wizard? No. Hier van binnen staat Hogwarts en een aantal tekeningen. Dan zit deze erin. Er zit een envelop in. Geen idee wat daar is. Zo'n velcro dingetje. Uh, Was dat erop? Harry Potter, Hogwarts, She-Glam ik weet niet misschien voor de echte fans dat je het dan toch gezien hebt. het is wel mooi zo van die foil texture van achter ook die letters hier ja deze is gewoon over de producten maar ik wil nog niet weten wat er allemaal in zit deze weet ik dat is een lipstick dat heb ik juist gezien dat ga ik sparen voor straks ik heb geen idee wat de kleur is en dan even zoeken hier heb je de She glam magic cauldron lip mask ah kijk er staat een pot op en hier is ook nog een pot mm. in case you didn't notice er zit echt zo'n toverketeltje in. Ah, lee, bon. Wat Waar is dat? Um, Wel uh, schattig ergens. Het product zelf is zo'n soort van gel die erin zit. Het ruikt naar munt. It's really like gelish. And it's purple. Kan hij eens op mijn lippen doen? Uh, it's very slithering. <laughs> it's like sl sliding on the lips. Bon. Very hydrating. That's it. Maar ik geef het niet zo om die lipmask. Want ik heb zelden droge lippen. Mm. Maar het leukste dat er eigenlijk in zit, in de paletten. Dat zit in deze grote doos. En de bedoeling is dat je eigenlijk hier aan draait. En dan gaat de, de sorting hat En zeggen in welk team dat je zit. Ah, uh, Slytherin. Of all things, zit ik natuurlijk Slytherin. Who would have known? Dus dat is de paletten. En ik veronderstel dat ik dan inderdaad... Slytherin moet pakken. Dat zijn de kleuren. Dat groen vind ik wel schoon eigenlijk. Uh, er zit zo'n groen shimmer in. Dan zit er hier een um, zilversoort in. Dan is er hier zo'n soort van kaki bruin kleur. Het geeft precies al niet veel kleur af, maar goed. En daarnaast zit zo'n soort van. Er is zo'n slang op. Van Slithering, of course. Kunnen je wel dat zien, dat slangetje? Deze is degene van Hufflepuff. Ravenclaw Gryffindor. Oeh, wat is dat? Er zit nog van alles in de doos. Ik ga dat houden voor straks. Ik ga eerst starten met die kleur hier, leadership. Oké, okay, eerste gedacht. Ja mannen, je ziet wat je ziet. Ik ben letterlijk twee keer met die borstel bij geen weer geweest en dat geeft gewoon keiveel kleur Of Dat kan toch niet zijn dat, vo dat je voor deze geld goede oogschaduwen krijgt? En dat blindt nog makkelijk uit ook. Wat is dat? Zie, dan Ik zie er gewoon al Halloween nu op zich. Maar alleen. Ik ben een klein beetje shocked dat hij gewoon zoveel kleur afgeeft. Allee, en zo makkelijk blend en zo. Sorry, die blenden beter dan de Jeffree Star oogschaduwen, if I'm honest. Maar goed, just my opinion. Maar goed, we weten nog niks. Well, we gaan even die kleur proberen opbouwen. Ik ga hier die kleur uh, Destiny, er de, de, net was Leadership. Ik ga Destiny, deze kleur, um, op een kleinere kwast nemen. Ik ga in haar kadebogen nog een beetje extra aanzetten. Maar kijk, dat is letterlijk gewoon met twee. Twee keer in die oogschaduw te gaan. En geloof mij, matte kleuren zijn echt de moeilijkste kleuren meestal. Oké, okay, let's try to blend it. Gewoon heen en weer. There you go. Why am I so shocked? Let's go in. Ik dacht eerst te lezen, coming, maar het is blijkbaar cunning. Kunnen we dat horen? Iets zo so heel hard. De groene kleur. En het looks pretty. Maar goed. Ik kan even dat zwart in mijn oog zetten hier. Dat zwarte potlood een beetje uitblenden. Kan in donkerse, die donkere zitten in Destiny over dat zwarte oogpotlood zetten. Om dat gewoon vast te zetten en wat uit te blenden. Even gewoon. Door onderblenden. We wilden echt zo wat extra smoky maken. Because it's Halloween. We can be a little bit extra. Ik heb echt zelfs mijn best niet moeten doen of zo. Er is nog één kleur in dat ik niet gebruikt heb. Dat is deze. Ik heb nog geen highlighter aan of zo. Guys, the thick. Very glittery. Ik kon dat hier gewoon op overzetten ofzo. Ik weet niet. Just to make it more magic. Ah, met een micro gaat onder liggen. Ik kan niet. Dat is echt pure losse glitter deze. Can you see the... Like the magic? slithering? Ik weet niet wat dat juist is. Maar... Je weet je dat, dat plantje? Ik weet niet meer wat die heten. Die, die dingen hier. Je weet je dat, dat je eruit trekt en dat die... Beginnen keihard roepen. Ja, dat zat er dus op. Oeh. They went big on the packaging, hè? Eh? Kijk, dat is echt zo transparant groen en er staan allemaal zo van die figuurtjes op. Alle figuurtjes. De kleur zelf? Wat is dat? Derover. Kijk. Look at the magic. Wat is this? De collectie was nog niet uitverkocht, als je die wilt. Buy it. It's like very cheap for what it is. Welke kleur gaat dat zijn? Het is echt gewoon een balsem met die glitter in. Sorry, but it's. What a magical collection. Niet gesponsord, by the way. Heut, ik pak nooit geen betaalde sponsoring eraan. Maar it's magic? toen we denken aan de Wizard of Oz? One short sure day in the Emerald City voor de mensen die de musical kennen. Wicked, die komt trouwens volgend jaar uit. It's gonna be huge. Harry Potter Potions, The Subtle Science and Exact Art Classes. In het begin was ik zo snel over die dingen aan het gaan, over die packaging. Maar Bewitching Brew gloss Set. Sorry, ik ben al super benieuwd hoe het er gaat uitzien van binnen. Uh, sorry, ik ga jullie eerst laten kijken. They went like insane on the packaging. What's going on? De, de flasjes, het like zijn nippelflasjes, maar goed. En dat zijn lipglossen. De Gryffindor is deze rode. Maar dat zit als ze van, van die dingetjes precies om het breken zo. Er zit een paarsen in, er zit een gouden in. Alsof ik nog niet genoeg glitter op mijn lippen neem, zit er ook een groene in, maar ook heel veel sparkle. Oh. Oké, okay, dat is zo een siliconen applicator. Zie, oh, het is ook al zo glitterig. Ja, ik ben gay. Ik love glitter. Hè? Sorry, plakt niet glijdt en has a lot of a sparkle. Het laatste dat je erin zat oh, was een kwast, waarom heb ik dat niet eerst gezien? Wat erin was, was een oogschaduwkwast. Het is zo een magic wand. Dus een toverstok. Boe. Voilà. Dit is de volledige look. Ik heb hier Arachnoid. Arachnoid. Is juist? Ik weet het niet van Facelace. Um, bij Phyllis Cohen. Ik moet dat gewoon eens checken. Facelace. Ik weet niet of ze nog te krijgen zijn. Dat is een cool. Ik heb die nog nooit niet aangedaan. Dus het ben is benieuwd. Ik vond dat ideaal voor bij die Harry Potter-themed make-up look te doen. Ah, dat is nog niet te simpel om dat aan te brengen denk ik. Please uh, let go. Ah, waarom plakt dat hier vast? Maar cool is deze. Dat is gewoon perfect voor die Slytherin uh, vibe. ik zo geen slangen of zo. Dat was misschien nog beter geweest. Maar anyway, we vinden ervan Toch die spinnen maken het echt wel af, hè? Zouden dus zo op Halloween rondlopen. Ik vind dat eigenlijk altijd wel cool als dat nog een beetje glamour is, is of zo. Snapte? Dat dat zo niet te bloody is. I'm all for a little bit of gore, maar deze. Dat is kei origineel. Misschien te kijken en tot de volgende. Ciao.